Ik had me voorgenomen om nog te gaan chodden op mijn penstekker. Maar daar zie ik vanaf. Om twee redenen. De eerste reden is dat ik een hernia heb. Dat ik het niet zie zitten om zo te lopen met volle bepakking. Zelfs met penvissen viel het al niet mee. De tweede reden is dat ik eigenlijk geen verrassingen verwacht op dat water. Ik denk dat er 99% wildbloed hybride zit. En weinig of geen spiegels of dikke schubs. Geen nood, want ik heb een ander water gevonden. En dat leent zich prima voor de shot rig. Ik ga je nu laten zien hoe ik zo'n rig op een hoofdlijn zet. Dit is wat je nodig hebt. Een wattenstaafje. Een rubber slangetje met een diameter van ongeveer 2 mm. Twee kralen. Een zacht stoppertje voor aan de bovenkant. Een klein pennetje of stoppertje voor aan de onderkant. En een shock absorber. Een schokbreker voor op het lood. Daar gaat het eerste stoppertje op de lijn. Het eerste wat we doen is het wattenbolletje eraf knippen uiteraard. En dan neem je een stukje van ongeveer 1,5 centimeter. Daar gaan we mee verder. Dat schiet altijd weg. Maar met een beetje geluk weet je het weer terug te vinden. Vervolgens knip je twee stukjes van de rubber slang af. Ongeveer 3-4 mm. En dan moet je even pielen. Om het rubber slangetje op een staafje te krijgen. Neem het rubbertje niet te krap. En knip het ook zo kort mogelijk af, want bij lijnbreuk moet het eraf kunnen glijden. De volgende fase is een kraal opschuiven, vervolgens de wartel van je rig, daarna de kraal aan de loodkant, vervolgens gaat de hoofdlijn erin, aan de kant van het stoppertje, en tot slot druk je het zwarte plugje in het wattenstaafje aan de kant van het lood. Klaar is Kees. En voilà, het eindresultaat. Werkte prima in mijn jeugd als helikopterrik. Dus moet op het shotrik ook kunnen. We zullen het zien. Ik kies voor een simpele montage met een palomarknoop en een schokbrekertje. De afstand tussen de shot rig en het lood is een beetje afhankelijk, maar meestal bij mij tussen de 60 centimeter en de meter.